wij de troppen van Hato hebben, dat is de tweede. En dan lopen nu op de derde. Dat vroeger eigenlijk het Curaçao helemaal onder water lag. Want Polen, Noord en Zuidpool aan het smelten waren. Dus eigenlijk lopen we ook over het kalkgesteente. En dat is eigenlijk doodkoraal. En we lopen zo dus over het derde terras. Mooie full moon. Ik had niet gedacht dat we de full moon hike zouden doen. Er was gisteravond ook mooi zo tussen de wolken door. En die kant langs. Een beetje zoektocht. Maar door de regen is die... Ja. Meestal bij hikes wel handig, ja. Maar dat is mijn klein stukje. Ja, maar dat vind ik dat hier zo. Allemaal. Ik kan de USB-poort niet vinden. Kun jij de... Ja. Kijk hoor. Ja, de batterij van dat ding is wat beperkt. En ik kan het om kans dat je het ergens halverwege ermee ophoudt. Dankjewel. Dat is wel mooi. Mooi stukje high-tech. Ja. Ik doe het nog maar voor de hobby en met dit soort hikes. Ja. Want professioneel was geen succes hier. Nee. Eigenlijk geen serieuze interesse en eigenlijk ook een hoop gelazer met de camera van de kant en met Google. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. Ja. Maar ik hou zelf van de natuur en mijn vriendin ook. Ja. En eigenlijk wordt daar, naar mijn idee, alleen maar zeg maar door privéorganisaties inderdaad aan dit soort dingen aandacht besteed. Ja. Ja. En het CTB en dingen, zeg maar de officiële organisaties, doen daar eigenlijk niks aan. Nee, hè? Nee. Nee, het is toch wel meer gericht op strand. En, Tot onze verbazing en zeker voor mijn vriendin, want die zei is van hier, eigenlijk ook wel erger niks. Ja. Want Curaçao is ten opzichte van andere eilanden juist zoveel meer dan alleen maar zon, zee, strand. Ja, precies. Ja. Ik ben tegen het schot geweest toen ik hier de eerste maand was. En alle Nederlanders bij elkaar alleen maar op één deel zag. Ja, dat is, die indruk heb ik inderdaad ook. Dat zeg maar Bandariba, die hoek van Jan Tiel en zo, heel erg een concentratie heeft. En dat, ja, ik ben geboren in Nederland. Ik ben 9 jaar geboren. Ik eigenlijk komen wij er dus ook nauwelijks meer. Nee, snap het, ja. Als ik ga voor een gave dag uit, dan zijn we meestal in Bandenbouw. Ja, prachtig. Ja, en de massatoeristische ontwikkeling vind ik eigenlijk ook wel zorgwekkend. Iedereen is er nog? Ja. Wat hotel weer de grond uit. En daar zo op gefocust alles. Zo lijkt het wel. Oh,
Hoe lang ben jij alweer hier? Maar net, 2 november. Oh, oké. Okay. Maar wel wat ja, dan heb je nog tijd een hoop. Nog, dus ik heb nog de tijd gelukkig. Ik heb nog een hoop te ervaren. Ja, ja, ik moest echt al door wat dingen heen. En jij? Je woont hier echt permanent. Ja, ja. Sinds september 2018 officieel. Oké. Okay. Dat was eigenlijk een migratiejaar, maar toen was ik eigenlijk ook al veel hier. Ja. En ik ben hier voor het eerst op bezoek geweest in 2009. Okay. En daarna bijna elk jaar gewoon maanden lang. Ja, precies. Ja, ja. Ik houd er niet van, dat kan ik me zo voorstellen hier. Maar dan blijft het terugkomen. Ja, voor mij was het eigenlijk een dame nog van binnen. Want Curaçao heeft zo zijn ding. Ik heb in Nederland veel op de weg gezeten, maar gewoon werkverkeer. En zeg maar, hier heb ik eerst drukte eigenlijk ook, al is het dan niet op een open snelweg. Maar het is toch heel druk en je staat in de file en weet ik wat. Dus het is eigenlijk niet zo mijn ding meer. En alles op het fiets of lopen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is het. Dat is lekker. Dat ik hier echt een auto moest hebben. Ik heb mijn dochter, die is 18, die heeft nog geen rijbewijs ook. We zullen wel moeten, willen we ergens komen. Ja, dat klopt. En dan dat verkeer, ja. Maar goed, ja. Want ook zeg maar het openbaar vervoer is niet om over naar huis te schrijven hier. Nee, ik wilde het graag proberen, maar dan hoorde ik ook de verhalen ook van de emoties. Van ja, het is op die hitte, ik moest een beetje aan wennen. Oh ja, dan sta je natuurlijk al een hele tijd te wachten in de warmte. Ik weet niet precies hoe laat het is komt. Oh, je bent hier voor werk? Ja, ik werk wel, maar ik werk gewoon nog met Nederland online sessies geven. Ik ben met mijn dochter, die heeft een tussenjaar op de een of andere manier zijn op het idee gekomen om hier heen te gaan voor een bepaalde tijd. Okay, nou ja, goed, ik ben een reiziger en zij had een jaartje overgezocht. Klinkt als de digital nomad. Het ruikt hier trouwens helemaal naar parfum. Ik krijg allemaal van die, ik zie hier nu een paar van die witte bloemetjes. Dan heb je soms allemaal van die witte bloemetjes en dan loop je en dan ruikt het helemaal. Nu ruik ik niks. Zullen we misschien wel na het regenseizoen een beetje meer gaan komen? Oh, Ik was wel wat in mijn eentje gaan wandelen, maar dan moet je gewoon even nog onderzoeken waar je terecht komt en zo. Het is ook wel leuk met andere mensen. Maar ik in Nederland alles alleen deed, dacht ik, hier is wel eens leuk als ik wat andere mensen ook moet meewandelen. Ja. Ja, ik heb het altijd, het hangt een beetje van de groep af en de grootte en dat soort dingen. Ja. Dus ik heb voor mezelf besloten om met Melissa mee te gaan. Ja. Want dan hoef ik zelf niet na te denken en iets uit te zoeken. Nee, precies. Nou, dat was ook mijn reden. Een aantal dingen weet je gewoon niet, die staan niet op de kaart. Nee. Kijk, en dat is wat ik dan doe. Dan, ik heb mijn smartphone, neem ik de route op. Ja. En de camera is een 360 graden
Oké, mensen. Dit pad hebben ze eigenlijk ook speciaal voor de auto's gemaakt. Je hebt daar iets verderop ook op een gegeven moment, waar ze van alles met stroom en dergelijke moeten regelen, waar die auto's terecht moeten komen. Maar hier hebben we ook een pad. Dat is nog niet betegeld. Gaat ook niet worden. Met wiebelsteentjes. En hier gaan we eigenlijk naar de Mirador Berde toe lopen. En dan krijgen we straks een mooi uitzicht over een groen stuk. Okay. En we zullen trouwens ook over een slavenmuur heen komen. Die zijn hier eigenlijk ook in heel veel mondies gebouwd. Dus heb je eigenlijk dat er van alles geplant werd of met dieren. Je had hier inderdaad ook dat het allemaal zo groen was. Dus er was van alles voor de dieren vroeger te eten. En dan hebben ze dat ze dat dan afscheiden met muurtjes om aan te geven. Dit is van jullie en dit is van mij. En zo. Ja. Ja. Dus je komt op verschillende plekken hier ook van die muurtjes. Ja, joh. Werk doen. Wil je hier gaan werken? Maar is dit, Melissa, niet al een restant dan van die slavenmuur? Met gewoon alles afgebrokkeld? Want deze keien moeten wel allemaal bewust hier neergelegd zijn. Trouwens allemaal van die schelpjes, die heb je op heel veel plekken, ook op Curaçao in de mondi, maar eigenlijk zijn ze heel zeldzaam over de wereld. Jij vindt ze niet overal op de wereld, dus dat ze op Curaçao zijn, dat is eigenlijk zonde. En wat ik heb begrepen is dat ze zelf hun huisjes maken eigenlijk van het kalkgesteente. Ah, oh, oké. En je ziet ze overal, dus je ziet ze op de grond, maar ook vaak in de planten en zo tegenaan. Sieraden van en dan stoppen ze weer iets in waardoor je de schildpadden kunt volgen. Dat heet dan die koekoetouche, hoe noemen ze dat volgens mij. Die staan vaak op markten en dan. En nu voor de kerst hebben ze een speciale dat je ook nog met kerstmuziek. Dus dan zet je tegen je telefoon aan of zoiets. En dan komt er een hele playlist van kerstmuziek. Oh, dat is wel leuk. Ja. En vandaag is de kerstmarkt bij Vredenberg. Op bij Vredenberg. Landhuis. Vandaag hebben ze volgens mij inderdaad een beetje logo. Is daar ook, ja, daar is geloof ik ook nog wat ook. Heel veel. Wat voor loop? De duister van de duister schiet. Oké, vroeger.
kruisen dit ook zo gelopen, denk ik, op blote voeten. Frustrerend. Nou echt, je moet eigenlijk even voor je enkels. Ja. Zo. Nou hebben we de grot. Inderdaad ook een beetje van dat grotachtige zien. Je hebt hier in de buurt ook eigenlijk op deze hele vlakte heb je heel veel verschillende grotten. Dus je hebt eigenlijk het kalkgesteente, daar komt het water in terecht. Mm-hmm. En dat, ja, dat zijpelt dan naar beneden en dan krijg je inderdaad die stallag tieten. En dan vanzelf daarna ook de stallag mieten. De naam is Antje Spelonk. Ik dacht ook dat de Indianen en de slaven die kwamen in de grotten ook zich verschuilen. Van nauw, smal. Okay. En je hebt dan ook het water waar we straks langs komen, de natuurlijke waterbronnen. En dan kwamen ze dus daar ook inderdaad voor het water om te kunnen drinken en dergelijke. Het wordt ook gebruikt als steeg als je Hansje Snoa hebt. Hansje Snoa hebt. Dat is dus de steeg langs de Joodse kerk, hoe heet de synagoge. Snoa is dan synagoge. Gewoon niet te dicht op elkaar. Als het hier valt, als het nodig is vastpakken. Mm-hmm. Ja, graag. Kashi Maroon. Ja, Marokko. Lekker. Ja, die Marokko zijn lekker, die hebben we nu helaas niet meer. Nee. Inderdaad, een periode al die mond is vol met je Marokko. Ja, dat is ook lekker, maar we zijn niet gekomen in Tinada. Vandaag geen lopend bevel. Ja. Maar het heeft wel geregeld. Heb jij specifieke reden, Melissa, om nou die informatiebordjes te fotograferen? Ja, want ik wil ze eigenlijk stiekem thuis voor het verkeer lezen. Nee, want ik meen dat ik je ook een keer heb horen vertellen dat je ook vrijwilligerswerk deed voor Uniek Curaçao of zo. Of niet? Nee. Even kijken, ik heb wel... laatst gepost dat ik inderdaad Albert en zo die inderdaad vrijwillig allerlei paden maken. Ja. Dat ik daar die tafels voor geregeld heb. En soms als ik inderdaad zijn routes loop, dan geef ik de opbrengsten ook aan hun, zodat zij weer verder paden kunnen maken. Oké. Okay. Ja. Maar het is een beetje apart. Ja, dat is niet eens op de deur voorkomt. Nee, helemaal niet. Ik heb het voor het eerst gezien. Ja. Loop maar door. Ik zoek het wel in. Hier hebben we wel een stuk van de muur, van de slavenmuur. Dan
pagina. Dit stuk, ja. Oh. Jee. Ja, dus hier, dit stukje is wel een mm-hmm. stuk van de slavenmuur. Dit die volgens mij rood ding dat ik hier te maken met het huis of zo. Volgens mij is dat meer kalk. Kalk die dan. Verschillende kleurtjes. Oké. Weet je eigenlijk niks te vertellen? Ah, bankje daarbij. Yes. We passen er niet allemaal op. Toen ik hier op de berg woonde, was dit mijn chill plekje. Ja, dat kan ik me wat bij voorstellen. Toen liep ik hier met mijn dochter naartoe en dan zaten we hier saampjes. En dan kwam er soms ons broodje nog uit de tas en dan gingen we hier samen zitten eten en dan rondkijken. Je hebt hier trouwens ook heel zal veel... Zal ik even naar achter gaan, dat andere kunnen kijken? Oh, het is een spuntje. Je hebt hier trouwens ook heel veel parkieten, dus ze noemen het soms ook wel het parkietenbos. Ik hoor ze nu trouwens ook. Ik zal het over mijn mond houden. Maar eigenlijk heb je dus... zijn we al compleet? Ja, we missen er. Jij hebt hier eigenlijk... Sorry? We missen er vijf. Jij hebt hier eigenlijk twee bergen. Of nou ja, twee bergjes. En eigenlijk waarom het hier dus zo groen is, is door als het regent, dan komt al het water hier in het midden in deze rooi uit. En dit is dan ook de Roi Rincon, noemen ze het. En straks zullen we ook hier beneden lopen en dan lopen we ook naar de natuurlijke waterbronnen. En dus daarom is het hier eigenlijk altijd groen. Omdat hier het water eigenlijk met alles zo hier naar beneden daalt. Ja. En je hebt hier dus ook allerlei verschillende grotten. En wat dan ook weer bijzonder is, dat inderdaad op die rotsen heb je ook gewoon compleet soms bomen groeien en dergelijke. En hoe komt dat? Die halen gewoon het vocht uit die rotsen. Oh ja. Lukt het? En je mag om de beurt komen kijken, je mag een foto maken, je mag op de bankje zitten. Dan maak je en is een foto dit ook van de grotten van Hato of zit het meer die kant op? De grotten van Hato die zitten daar ook. Ja, ik ga aan de stevig is die bank. Eindje. Die wil op de bank en dan een mooie foto. Ik wou bijna zeggen ik heb ook foto gehangen, maar dat ging wel. Dat denk ik niet passen. Meteen goed. Ja, toch? Dat gaat een mooie foto worden, Saskia. En daar... Het is natuurlijk hartstikke schoon. Ja. Dus ze wassen gewoon hun auto's met het water. Nou, Saskia die blijft hier, denk ik. Ja, ik denk dat. Ja. Oh, het is echt. Immunoiseren. Nou, ik schrijf op, dan kunnen jullie allemaal even kijken. Ik heb gekeken voor prachtig. En dit heet trouwens de Mirador Berde. Mirador is, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uitzichtspunt. Uitzichtspunt, heel goed. Ja. Je bent al helemaal geïntegreerd. Ja. En Berde is... Ik voelde de mond. Twee paars. Dat is gewoon te gokken, ja. Ze was nog niet bij woordje 3. Hij is uit Spaans een beetje makkelijker. Je mag even kijken? Nee, kijk maar. Ik heb altijd naartoe lopen. Zo
Melissa. Melissa, oh. Misschien is het wel leuk als jullie allemaal daar gaan staan en dan maak ik een groepsfoto. Yeah. Dan kunnen een paar zitten, bukken staan. Liggen. Ook bij. Oh, hangen. Niet naar beneden, hè? Ah, nee. Ja, dat is eigenlijk ook een goede foto, hè? Zo. Stoer. Ik dacht, het gaat niet passen, maar... Komt vast goed. Jullie bedenken wel iets. Jullie durven het bankje. Als, even de prikkels een beetje weg uit mijn... Het moet in ieder geval niet je laatste foto worden, dus zoek een vrije plekje. Ga niet zo'n voetbalfoto maken dat ik ervoor ga liggen ofzo. Alles mag, wie draag je? Plek in het midden overlaten, ik hurk ze ook wel. Ja, inderdaad. Je moet daarna ook opstaan, dat is het. Jij kan nog hier staan. Kijk, dit wordt helemaal leuk. Daar komt ie. En nu even eentje waar jullie ook nog hartstikke gek doen. Oh, ik deed wel heel gek voor twee. Ja, dat is helemaal. Ja, hoor. Heel gek dan. Zeer zorgwekkend. Oh, leuk. Leuk, hè? Ja, ja, ik wil ze wel, ja. En daar is Christoffel, hè? Heel mooi. Oh, die hoogste daar, ja. Ja, de hoogste is inderdaad de Christoffelberg. En de windmolen op de rij. Ja, die vind ik ook mooi. Prachtig. Nou, daar kan je dan. Nou, we blijven hier of... Iedereen zit lekker. Kijk hier. Het is maar blij. Ja, joh. Helemaal uit Delft. All the way. Ready voor verder? Nee? Yes. Oh ja, ja. It's too nice here. Maar dat kunnen we onthouden. Ja. Dat komt wel voor. Tot hier, want er stonden pijltjes. Ja, precies. Tegen de power autootjes. Dat vond ik precies. Het is wel leuk hoe je even nou precies. We dat proberen wel te registreren. Ja. Ja. Ze wekken veel stroom. Nou, even kijken. Ja. Want er is altijd wind, hè, door die Noordoostpassage. Zeker in die Noordoost. Ja. Zo mooi daar. Ja, de Melissa heeft daar ook een walk. Ja. Ja, naar zo'n natural pool. Ja, klopt, maar als je zo soort een beetje laat in de middag komt, dan is het denk ik wel een rustig gaan doen. Ja. Ja. Ja, inderdaad.
Melissa zegt dat billen ook een optie is. Ja, ja. Meteen een kapotte broek. Ja. Nou, we hebben een maand geleden iets gedaan, jongen. Een vriendin die had gewoon een hele kont open. Dat ging, dat was niet zo soepel. Ja. Een hele strikke warme GPS-signaal. Echt wel, als er een staal, gespannen staalkabel is. Ik hoor dat het naar beneden komt. Maar ik dacht, we doen een klein beetje normaal. Een klein beetje? Ja. Maar zouden we daar boven zien, gooi je dat voor elkaar. En dan heb ik een leuke grote plek. Ja, loop maar, want ik blijf liever hier staan, dat ik wat meer open lucht heb. Dat is wel een beetje benauwd, hè? Nou, ik verlies mijn satellietsignaal. Oh, ja. Dat ook nog. Als ik te dicht bij dat soort dingen of eronder kom, is klaar. Ja. Ja, dat is inderdaad nog niet zo makkelijk om, nee, om die indruk op een foto terug te krijgen. Ja, precies. Dat probeer ik maar meer in de te houden. Met een bladerdak is dat eigenlijk ook zo. Dat is gewoon moeilijk om. Thank you.
de laatste, toch? Ja. Ja. We gaan er hier in. Ja? Ja. Weet je waar je vandaan komt? Ja. Tegenover de kaktus. Ja, tegenover de kaktus, ja. Er niet op te zitten, want het blijft dan daar gewoon warm. En als de partietjes er dan uitkomen, dan hebben ze ook de mieren lekker om op te eten. En andersom gebeurt het schijnbaar niet. En die nesten zijn vaak heel laag, dus daarom is het eigenlijk ook heel makkelijk om die partietjes te vangen. En dat doen verschillende jongens hier uit de buurt ook, en dan gaan ze verkopen. Ja. Ik ga even daarmee. Ja, ja. Oh, dat is inderdaad de kalbas. Oh ja. De kalbas inderdaad, dat wordt ook gebruikt voor allerlei gezondheidsdingen. Ze maken er bijvoorbeeld stroppie kalbas van en dat is dan weer goed dat je verkouden bent. En volgens mij mensen met COVID die gebruiken het ook heel veel. En ze gebruiken het soms ook voor haren. En de kalbas zelf, dat gebruiken ze vroeger ook voor bakjes. En ze maken er ook zo van die tamboerijn maracas van. Dus, sorry? Ze maken tegenwoordig die ook allemaal, ze hebben trouwens thuis ook, maken ze van die lampen van. Ze maken allemaal mooie figuurtjes en dan doen ze weer een lampje in en dan is het ook heel mooi. En ze maken er allemaal souvenirs van. Speciale boom. Melissa, wacht nog even. We hebben iemand die is gaan afwateren. Wat zeg je? Ze is gaan afwateren. Oh, oké. Okay. De rooi is leeg, dus ze dachten. Even vullen. Maar wat maakt het niet zo van? Suzanne, ben je het toilet aan het zoeken? Nee, oh. Ik heb hem al gevonden. Oké, okay, ja. Mooi. Dus straks kunnen we de stromende rooi bekijken. Het bos is weer groen. Hè? Mooi. Ik denk dat ik iets aan de dag kan verdragen. Goed.
Het zou mooi zijn om als stok mee te nemen. Een wandelstok. Yeah.
Ik kom echt niet te dicht bij je. Nee. Ik ben er niet op uit dat als ik val om iemand anders mee te nemen. Zo, bij de picknickplek. Hier heb je een speeltuintje. Kijk aan. En ik hoorde Suzanne het net al vertellen en hier ook. We gaan hier nu zo erin. Hier heb je de natuurlijke waterbronnen. Vroeger was het wat de Indianen en de slaven die kwamen hier water halen, maar tegenwoordig. Heb je inderdaad dat mensen hier allemaal met hun auto's komen, knetterharde muziek. En dan staan ze allemaal hun auto's te wassen. Eten maar nemen ook ze mee, ja. Eten, drinken mee, maar sommigen die komen ook met van die hele grote bakken van die hoe noem je dat ook alweer? Grote witte ja, bakken. Zo'n kubieke meter water. Dan komen ze echt met een pomp en dan pompen ze het water eruit en vullen ze dat helemaal. Dan kunnen ze thuis hun tuin mee. Plantage en een hele mikmak. Eén keer was ik hier ook en had die man ook een hele show, dat had ik gepompt en dan ging hij dat zo spuiten en dat was een hele fontein, zag er ook cool uit. Ja, dat is wel prachtig. We weten van alles toch iets te maken. Dan gaan we naar kijken en dan in de tussentijd ga ik haar schoen ook even vastplakken, want het zo raakt me op. Mee. Sluitingsteek. Ik ga even dat zeven. Je moet wel een emmer meenemen. Ja, je moet inderdaad je emmer en wat zeep en dan kun je hier dus je auto wassen. En ik heb nu ingewikkeld met jullie gelopen, maar je kan hier super simpel zo met je auto ja, blijkbaar. Aan. Ja, tot het waar. Ja, precies wat ze pas als ze er zijn. Hoe moet je dan rijden? Dat laat ik echt zo zien. Van die kant? We gaan van dit inderdaad komen daar en dan laten we pauzetijd.